Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. In de avond en nacht blijft het droog. Morgen gedurende de dag blijft het weer overwegend droog met kans op enkele lokale lichte regenbuien. In de districten Brokopondo en Sipaliwini kunnen deze buien van matige intensiteit zijn en mogelijk vergezeld gaan van onweersactiviteit. Ook is er sprake van een mistig weer. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen langs de kust het af en toe winderig kan zijn.